rest van de tikjes die je geeft op de spooknoot. 2, 3, 4. Die gaan we verleggen naar de linker en de rechter toon. Dus wat je dan doet is je spreidt je armen en je wandelt terwijl je het ritme speelt. Over de pannen heen, over de schouders eigenlijk, want dit noem je schouders van de handpan. Ja. Kijk, dan ga je naar de linker en de rechter toon. En dan krijg je dit. Dit speel je eerst. Ja. En dan langzaam je armen een beetje uit elkaar en dan wandel je in het ritme naar de linker en de rechter toon, naar het middelste randje. Oké. Wil je het even zo alleen proberen? Ja, doe maar even. Ga maar eerst gewoon spelen. Gewoon eerst even spelen. Zo. Eerst de basis en dan wandel je gewoon heel rustig. Mag je arm dus een beetje verspreiden. En dan naar deze twee toon. Dus eentje hoger. Ja, dat is al prima. Ja, ga maar door. Dat is prima. Ga maar door. Oh, ja, goed. Je merkt het van dat het dat oh, je net... Wat naar. Nee, het is gewoon goed, weet je? Ja. Wat je nu mag doen, nu heb je even gevoeld dat je de tonen kan verleggen. Dat je dus iets geheels anders eruit krijgt. Ja, ja? Dat is wel mooi. Eventjes, maar ik raak het in de bar. Maakt niet uit. Okay. Je mag je linkerhand op deze toon zetten. Ietsje hoger, eentje hoger. Die, oké. Okay. Ja. Okay. Dan pak je hem aan de zijkant, of? Precies weer in het midden, waar je hem hebt geleerd. Ja? Ja, ja. En dan om en om. Dus dan geef je met rechts eerst op de ding, dan ga je hetzelfde spelen. Ding, links, rechts. Ik ga nu eventjes overdreven doen hoor. Ja. Dus het is hetzelfde wat je net deed, alleen we zijn eventjes een toon omhoog gegaan. Oké. Okay. Bijna. Probeer rechts, links, rechts, links, hè? Rechts, links, rechts, links, ding. Oké, dus. Je dus niet harder voor te spelen, nee, maar subtiel. Tik, ja. Dan mag je met je rechterhand, terwijl je blijft spelen in hetzelfde ritme, mag je de toon daaronder mee pakken. Zo kun je zelf allemaal je combinaties... Maar wel, ja, maar het voelt wel goed in ieder geval. Daar ben ik echt blij mee. Het voelt echt goed. Goed zo. Ja. En zo mag je dus eigenlijk van alles proberen. Ja. Deze. Maar je kan hem ook zonder de ding spelen. Maar wel dat accent op 1. Dus dan krijg je accent 2, 3, 4. Rechts, links, rechts, links. Mag je ook nog even proberen. Met de ding of zonder ding. En soms stop je even en dan val je weer in en je speelt. En dat doe je intuïtief. Ja, klopt. Wacht even. En dan ga
ga je weer verder. En dan eindig je met dingen. Mm-hmm. Dat is intuïtief. Met een ritme erbij. Ja. Het is vaak dat het zo kan gaan dat mensen of van intuïtief, en dan ontstaat er wat moois. Mm-hmm. En als mensen dan vragen van, wil je het nog een keer spelen, dan gaat het niet. Nee. Maar hoe meer ritmes jij leert, hoe meer je uit de handbak kan krijgen. Mm-hmm. En als iemand dan vraagt, kun je dat nog een keer spelen, dan kun je het spelen. Ja. Ik ga je een voorbeeldje geven. Okay. Ik hoop niet dat je afspraken in je naam hebt. Oh nee hoor, ik ben helemaal all yours. Oké. Okay. Ik ga een djembe ritme spelen, wat ik heb geleerd. Eerst vanaf mijn knie, hoef je niet mee te doen, maar kun je eventjes, het is als een voorbeeldje. Oké. Okay. En nu ga ik ditzelfde ritme op de hand van spelen, alsof het een djembe is, alleen niet zo hard slaan, maar wel gewoon rechtop. Oké. Okay. Nou, dit ritme ga ik nu verleggen naar de tonen. Dus eigenlijk wat je net met die vierkwartsmaat ook hebt gedaan, ga ik nu op dit ritme. Dan krijg je dit. En dat kan met elk ritme, als je het ritme maar weet. Ga oefenen. Wat je dan doet, ik ga je alles van vertellen. Als je eenmaal een ritme hebt geoefend, kun je gewoon op YouTube gaan djembe ritmetjes, kleine ritmetjes. Mm-hmm. Als je eenmaal zo'n ritme weet, doe je ogen dicht en plaats je gewoon je handen op die handpan. Mm-hmm. Dan ga je dat ritme wat je kent, eerst op die schouders, zo. Nog helemaal niet op de tonen. Oké? Okay. En dan ga je met je ogen dicht. Om die hele handpan kijken wat er ontstaat. Dat is gewoon mooi. Ja, weet je? En als je dan denkt van, oh, dit klinkt mooi, doe je ogen open en dan ga je jouw vinger. En dan ontstaat er wat. Snap je? Ja. Goed onthouden. Voor als je je eigen handpan hebt, ga je met aan de slag. Oké. Okay. Ik denk dat we... Hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het top. Echt waar, ja, ik wist dat ik hem wilde, maar nu ben ik het zeker. Goed zo, dus omdat je het nu zelf hebt gevoeld. Ja. En trust me, je bent nu net begonnen en het gaat alleen maar mooier worden. Ja, vaak in je speelt, weet je dat... Het is letterlijk de eerste keer dat ik echt een toon eruit, dus ja. Het voelt heel leuk. Ja. Super.